Goedemorgen allemaal. Ik heb begrepen dat de blikjes inmiddels dieper te verkrijgen zijn of uitverkocht zijn. Ik heb voor jullie nog gebeld met het hoofdkantoor van de Wibra, maar helaas hebben mij medegedeeld dat ze niet meer leverbaar zijn en de voorraad die er is, die moet in de winkels liggen. Dus helaas. Maar ik dacht, ja weet je, we laten ons toch niet gewoon maar door de Wibra uit het veld slaan. En door de corona dat we niks meer kunnen kopen en dat we niet de winkels in kunnen gaan. En toen dacht ik, we moeten gewoon een alternatief bedenken en kijken naar wat er wel mogelijk is. Nou, ik heb hier hetzelfde harmonica kaartje heb ik gemaakt met een aantal kartonnetjes. Heel simpel en eenvoudig. Ik heb hier al wat potlood erop zitten, dus hij is al eens een beetje vies. Maar eigenlijk is het ook hartstikke leuk. En als je dat straks verpakt in een zakje, heb je toch ook een ontzettend leuk cadeautje. Want ik heb begrepen dat zowel hier in Nederland als de zuidenburen mij een aantal appjes hebben gestuurd en hebben gevraagd of... gezegd, ik wil wel een blikje hebben, want ik wil het gewoon cadeau geven. En dat vind ik juist zo leuk. Maar we moeten in deze tijd gewoon denken in mogelijkheden en niet in wat niet kan. Nou, wat heb ik gedaan? Wat hebben we trouwens als eerste nodig? Ik zal eerst de stempeltjes even laten zien, voordat ik het vergeet. Ik heb deze bloemenstempel gebruikt. Dat is deze stempel. Ik vond die achtergrondtekst ook zo leuk. Hartjesstempel en een zwart stempelkussen. Dat is het zwarte stempelkussen. En daarnaast vond ik eigenlijk deze stempel, hij is wel een beetje vies geworden, maar alsjeblieft een aardigheidje. Stempel 564, die vond ik ook ontzettend leuk om erbij te gebruiken. En je kunt eventueel nog het lammetje erbij gebruiken. Nou, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon naar de supermarkt gegaan. En in de supermarkt, daar heb ik, moet jullie niet lachen, heb ik een aantal dozen opgezocht. Ik heb gekeken naar het karton, wat niet super dik is. Dus ik heb deze doos, ga je gewoon, oh, dit is van de wasmiddel, ga je gewoon in stukken anders snijden. En daar maak je kartonnetjes van. En die gaan we beplakken. En dan heb je toch een ontzettend leuk project. Wat heb ik gedaan? Deze twee kartonnetjes, die hebben een maat van 9 keer 6 centimeter. Daar past straks precies je harmonica kaartje past erop. Dan heb ik een aantal kartonnetjes gesneden van crème papier. Het is onze eigen papier van Different Colors. Het heeft een gladde kant en een structuurkant. Ik stempel meestal op de gladde kant. En doordat het iets dikker is, neemt het ook heel goed water op. Ik heb hier alvast een aantal voorkantjes heb ik gestempeld. Dus ik zal even mijn stempel pakken en er één bloem afdrukken. Ik hou mijn stempelkussen altijd zo, want dan weet ik namelijk wat er gebeurt. En of ik overal wel inkt heb of niet. Dan leg ik er even een blaadje onder. En dan moet ik wel kijken dat ik niet hier op een randje stempel. En dan maak ik meteen mijn afdruk. Nou, je ziet dat ik hier eigenlijk niet heel goed heb beinkt. Dus ik moet deze stempel iets meer beinkten. Dan maak ik nog een afdruk. En nou heb ik de bloem gestempeld. Nou kun je ervoor kiezen om hem zo in te kleuren. Dus dat je de achterkant met waterverf doet. Je kunt er ook voor kiezen, en dat heb ik eigenlijk bij mijn boekje gedaan, om de bloem in te kleuren. Nou, hoe gaat het inkleuren? Dat is allemaal niet zo heel erg moeilijk. Ik heb hier mijn aquarelverf. Ik neem een gewone penseel, gewoon van de Action, of hoeft allemaal niet heel erg duur te zijn. Nou, even mijn papiertje pakken. Ik doop mijn penseel in het water. En, wat voor kleur zou ik doen? Ik heb hier nog een beetje grijs. Oh, een beetje groen is misschien ook wel leuk. We doen hier een beetje groen. Wel gezellig. Het grijs, dat is misschien ook wel heel erg donker. Je vermengt hier altijd je verf. Omdat die zo dik van kleur is, kun je eigenlijk het beste met heel veel water beginnen. En je hoeft niet alles direct in te kleuren. Doe het maar een beetje grof.
En dan heb ik hier op mijn paletje nog een beetje groen. Dan zet je dat eroverheen. Nou, ik vond deze groen ook altijd heel erg mooi. Kijk, ik doop mijn penseel hier in het water. Dan in de inkt, in de pigmentverf, aquarelverf. En dan hier op het penseeltje. Dan ga ik hem hier gewoon wat donkerder aanzetten. En zo krijg je eigenlijk al die kleurschakeringen erin. Niet te ingewikkeld denken, want je ziet, het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig en je bent zo klaar. Dat is mijn lichte groen. En het is ook leuk dat je wat wit laat en dat je niet alles helemaal voldoet met kleur. En je kunt ervoor kiezen om de achtergrond in te kleuren. Kijk, dat heb ik bijvoorbeeld weer hier gedaan. Vind ik ook wel erg leuk. Nou, dat werkt een beetje op dezelfde manier. Dan ga je gewoon dit zo een beetje inkleuren. Niet ingewikkeld denken. Begin gewoon heel licht en dan kun je steeds, als je dat wil, wat kleur toevoegen. Maar dit is eigenlijk hartstikke leuk. Ik heb, geloof ik, hier heb ik later nog wat extra kleur weer toegevoegd. En je kunt altijd, als je de volgende dag het stukje papier hebt liggen en je vindt het niet mooi, dan doe je er gewoon nog wat kleur bij. Zie je dus, dit is de achterkant ingekleurd. Dat heb ik hier eigenlijk ook. En hier ga je gewoon deze, de bloem, inkleuren. Nou, als je dit allemaal klaar hebt, dan heb ik de kartonnetjes hier. Een beetje opruimen tussendoor. Deze kartonnetjes, daar plak ik. Je moet zorgen dat je even vier kartonnetjes snijdt. De voor- en de achterkant beplak ik. Doe ik gewoon met dubbelzijdig tape. En ja, dan is het allemaal niet zo heel erg moeilijk. Want als ik dan mijn boekje weer pak, kijk, dan ga ik mijn harmonica kaartje. Dan heb ik hier een touwtje zitten. Hier dubbelzijdig tape. En als ik straks mijn voor- en achterkantje klaar heb, dan ga ik hier zo mijn boekje opplakken. Zie je dat? En dan vouw je hem dubbel. Je zult natuurlijk zien, want dit is de lengte is, 8,5 of 8 centimeter van een A4 in de lengte gesneden. Dus deze stukjes zijn 5 centimeter. Nou zie je dat dit stukje iets minder dan 5 centimeter is. Op zich is dat helemaal geen enkel probleem. Als ik hem maar een beetje zo in het midden straks vastplak. Nou, dan plak ik deze ook allemaal vast. Hier doe ik ook al dubbelzijdig tape. En dan plak ik straks het andere achterkantje erop. Wat ik nog heb gedaan, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind, is hier nog even, kijk, een touwtje aangedaan. Dus ik heb aan deze kant een touwtje nog gepakt. Ik zal eventjes, ik heb geen voorbeeld denk ik van een touwtje liggen, zo snel. Nou, als je hier weer een touwtje aanmaakt en je zet daar alle hartjes op. Je plakt dit eigenlijk om elkaar. Dan heb je hier straks de hele string met hartjes die eruit komt. En dan kun je, kijk, dan laat je die gewoon vanaf die kant zo hier helemaal tussen lopen. Ik heb hem hier, heb ik de stukjes vastgeplakt. Dus ik, nu heb ik nog een tekstje tussendoor gedaan. Kijk, dit is het stukje wat je weer gebruikt om het boekje dicht te maken. En hierachter heb ik het geplakt en heb ik er een tekstje tussendoor gestempeld. Dat is eigenlijk super leuk. En dat even in stukjes gesneden. Hoe doe je dat? Nou, ik heb bijvoorbeeld, hier heb ik een tekstje. Ik gebruik mijn liniaal. Als je hem hier omheen wil doen, dan snij ik een randje tot zover. En dan kan ik het op deze lijn, dan kan ik het kaartje dubbel klappen. Dus ik snij zo met een mesje. Vind ik altijd makkelijker dan met een snijmachine. Kijk, heb je eigenlijk je stukjes al. Ik heb er wel net een nieuw mesje in gedaan. Dus zorg inderdaad even dat het allemaal heel erg scherp is. Kijk, nou kun je heel makkelijk dit stukje. Dus eerst even dit er met een schaar afknippen. Kijk,
kijk, als ik deze nou straks dubbel ga vouwen, zou ik hem ook weer hier tussen kunnen plakken. Dus dat is eigenlijk, zijn dat de stukjes. Deze stukjes die heb ik straks nodig, want ik heb nog een slingertje gemaakt. Ik vond het zo grappig, alsjeblieft een aardigheidje, omdat jullie allemaal bezig zijn met cadeautjes. Heb ik dit boekje, ga ik weer eventjes in mijn kaart binden. Moet ik even kijken of ik het, ja, zo. De hartjes zitten ertussen. Dit doe ik dicht. En nou is het natuurlijk leuk om dat in een doosje te doen. Maar als we geen doosjes hebben, niet getreurd. We gaan het gewoon anders doen. Jullie hebben misschien allemaal wel pakpapier. Of misschien wel een bruine rol kraftpapier. Gewoon deze rol. Ik heb een aantal transparante zakjes heb ik genomen. Dan neem ik er even eentje als voorbeeld. Oh, en het is zo ingewikkeld, is het allemaal niet. Kijk, wat doe ik nou? Ik vouw deze even zo. Nou, dan meet ik een beetje de maat van het zakje. En ik doe dat allemaal niet heel erg nauwkeurig hoor. Je knipt het gewoon zo af. Je moet gewoon niet te moeilijk denken, niet te veel uitmeten. Want de maat is dit zakje. En daar heb je eigenlijk alle informatie. Heb je hier liggen. Dus in centimeters vraag me niet, want ik weet het gewoon echt niet. Nou, dit vind ik niet zo mooi. Maar gelukkig is mijn rechterkantje net iets groter. Valt er overheen. Dan ga ik dit stuk, want dan vind ik het een beetje lang. Ga ik scheuren. Nou, en hoe leuk is dit nou niet? Kijk, je neemt je zakje. Ik ga het niet plakken, ik laat het los. Moet je kijken hoe leuk als je dit... Ja, het is misschien een beetje moeilijk zien, doordat het natuurlijk een beetje in het licht weerkaatst. Kijk nou eens even als je nou je boekje neemt. Dat doe je hier even in zijn zakje. Het is niet zo handig dat ik hier een tussenstukje heb. Dus dat moet ik een beetje... Kijk. Nou, zo vind ik hem een beetje kaal. En vind ik het niet zo heel erg mooi. Dus ik had een... Dit stukje trouwens gebruik ik straks weer om in een ander zakje te doen. Wat heb ik gemaakt? Ik heb een bennetje eraan gemaakt. Een stukje karton wat je hebt liggen. Maakt helemaal niet zoveel uit. Ik bedoel maar dit. Je meet even de breedte van je zakje op. Nou, heel simpel. Je klapt het dubbel. Zorgt weer dat de gladde kant buiten zit. En aan de binnenkant plak ik een touwtje. Aan de andere kant heb ik die stukjes wat ik net heb gesneden. Zie je deze en die. Die ga ik eraan maken. En hoe leuk is het nou niet? Maar dan moet ik even mijn bloemen zoeken. Of ik nog een aantal grijze bloemen heb uitgeknipt. Nou, die heb ik niet. Oh ja, hier. Wacht eventjes. Ik heb hier nog een grijze bloem. Vind ik. Nou, moet je eens even kijken. Hoe leuk is dit niet? Als je dit nou in zo'n zakje doet. Dit even dichtbindt. Een stukje tape erop. En dat je straks je bennetje eraan maakt. Twee nietjes erin. En dan kun je natuurlijk je slingertje zo even laten hangen. Nou, hoe simpel en hoe leuk cadeautje heb je dan niet als hier nou dat boekje in zit. En wat ik nog meer bedacht, wat vond ik ook wel ontzettend leuk om te doen. Ik heb ook nog, ja, oh ja, je kan natuurlijk, kijk, je kunt er ook een serie bloemen in stoppen. Een beetje blauw en een beetje geel. Hoe leuk is dit nou niet? Klein labeltje eraan, alsjeblieft. Of een verrassing of whatever. Dit dan met een nietje vast. Nou, dan heb je toch gewoon een leuk pakketje. Heb je helemaal geen doosje meer nodig. En ja, van het een komt natuurlijk het ander. Dus ik dacht, oh, dit is erg leuk. Wat kan ik nog meer? En zo heb ik ook nog een verpakking gemaakt. Waarbij ik die leuke tekst van het voorjaar... vogeltjes zingen, lammetjes springen, schapen blaten, vuurvliegjes zwingen. En heb ik met witte embossing gemaakt. Dus dan stempel je eerst met een transparant stempelkussen. Je neemt je witte embossingpoeder. Dat strooi je over de achtergrond heen. Je verhit het met zo'n heatgun. Je poeder smelt en je ziet het blijft er gewoon op liggen. Nou, en als je dit weer in een zakje even stopt... Kun je zelfs nog zo'n boekje maken. Oh, dat ga ik ook nog doen met een lammetje erin. Lammetjes, leuke voorjaarsbloemen, narcissen misschien.
kijk, waar is mijn lammetje? Hoe leuk is nou dit als je dit erin zet? Dit ervoor. Natuurlijk wel een beetje goed in de camera houden. En ik heb het niet bij de hand, want ik verzin het weer ter plekke natuurlijk. Als je nou hier nog wat stro voor doet. Dichtbinden, leuke stempel erop. Je zou bijvoorbeeld nog een lupine kunnen uitknippen. Dat er weer achter kunnen zetten, achter het lammetje zo. Bennetje erop, tekstje erop. Of je doet er gewoon een paar hartjes, doe je er nog even bij die je uitknipt. Nou, dan heb je toch ontzettende leuke cadeautjes. Heel simpel, ontzettend eenvoudig. En je hebt een leuk alternatief voor je boekje. Als je het zo verpakt. Deze stukjes gooi ik gewoon helemaal niet weg. Het is ook leuk om hier op te stempelen. Maar ik vond met het witte embossing ook erg leuk. Je doet het weer in een zakje. En oh, wat dacht je misschien van de kerst? Met leuke kerststerretjes er allemaal voor. En dan een zakje met kerstkrantjes te maken. Of je paaseitjes. Wat dacht je om hier gewoon zo... Want gooi dit allemaal, die andere stukjes niet weg. Te vullen met paaseitjes. Beetje stro onderin. Leuk stempeltje ervoor. Kind kan de was doen. Hartstikke leuk en eenvoudig. Moet je kijken hoe mooi al die bloemen ervoor. Ik ben ook gek op die bloemen. Dan zou je het zelfs nog zo dicht kunnen nieten. Kun je er hier weer een bloem aan nieten. Nou, dat is toch erg leuk. Of die banner vind ik ook erg leuk. Maar ik heb hem natuurlijk nou niet in deze kleur. Het wordt wel weer wat drukker. Dus misschien zou ik er dan voor kiezen om die banner in zwart-wit te houden. Is ook erg leuk om te doen. Oh, daar heb ik er toevallig hier eentje liggen. Kijk, doe je een zwart-wit banner erboven. Moet je hem wel even op maat maken. Dat heb ik hier niet. Je kunt er een beetje stro in doen, paaseitjes. Hierachter zet je gewoon een klein stempeltje. Of je plakt zo net een hartje erop. Of hier een hartje. Nou, zo simpel is het allemaal. Dus ik hoop dat jullie allemaal hele mooie cadeautjes gaan maken. En ik ga straks nog een filmpje maken om allemaal die potjes te planten. Vind ik ook zo leuk. Wordt ook heel veel naar gevraagd. Nou, ik wens jullie allemaal heel veel succes. Hele fijne dag nog vandaag. En heel veel knutselpoot hier.